Waarom zijn beroemde kunstenaars vaak mannen? Dat vroegen de Guerrilla Girls, een groep vrouwelijke kunstenaars, zich ook af. In 1985 protesteerden ze hier bij dit museum, want ze vonden dat er te weinig werk van vrouwelijke kunstenaars te zien was. En als vrouwen al te zien waren, dan was het naakt. Om ons heen veel naakte vrouwen, gemaakt door mannen. Waarom zijn beroemde kunstenaars vaak mannen? Ja, ik denk dat vroeger, en dan praat ik echt over de Gouden Eeuw, was kunst maken, schilderen, beeld houden, dat was een ambacht. Een vak dat vaak door mannen werd gedaan. Die hadden vaak leerlingen die dan ook mannen waren. Waarom geen vrouwen? Die hadden wat andere taken, zoals in die tijd was dat huishouden. En ja, dat was toen niet echt dat vrouwen in de kunstwereld zaten. Ja. En ja, vinden jullie het belangrijk dat er in een museum net zoveel mannen als vrouwen werken hangen? Ik vind niet dat je als museum erop moet aansturen om bepaalde percentages te halen. In het Stedelijk Museum, hangen daar meer werken van mannen of van vrouwen? Mannen, denk ik. Mannen. Zullen we het eens checken? Ja, is goed. Oké, tot zo. Robert, dat is een man. Chagall, dat is een man. Roberto Mata, dat is ook een man. Jasper, man. George Brak, man. Pablo, man. Diego, man. Hey, Nola, dat is een vrouw. Ja, en? Meer mannen, overduidelijk. Duidelijk? Ja, veel testosteron hier. De eerste veel mannelijkheid in het Stedelijk Museum. In het museum hangen dus meer werken van mannen dan van vrouwen. Maar dit is een vrouwenwerk. Waaraan kan ik dat zien, Bart? Dat kan je denk ik niet zien, tenzij je het begrijpt waar dit over gaat. Want wat zie ik op deze foto? Twee bekende beelden uit de collectie van Stedelijk. Jeff Koons en een beeld van Judd. Twee hele voorname Amerikaanse mannen die de beeldende kunst mede hebben bepaald. En wat doet deze vrouwelijke kunstenaar? Die maakt foto's van die bestaande werken. En vervormt ze vervolgens op de manier zoals zij hun nodig heeft. En wat ze dus eigenlijk doet, zij maakt dit werk van een beroemde mannelijke kunstenaar ondergeschikt aan haar eigen werk. Zij geeft ook kritiek, hè, op het feit dat wij als musea met name mannen in de collectie hebben. Dat is gewoon heel lang zo geweest. Vrouwen zijn gewoon anders dan mannen en dat is gewoon zo. En dat kan je inderdaad ook wel eens in werk zien. Omdat mannen gewoon soms veel grover kunnen zijn of juist veel geduldiger. En vrouwen, ja, ik dan, ik ben totaal niet geduldig. Dus ik werk ook veel sneller. Maar ik probeer wel altijd mijn emotie erin te brengen. En mannen hebben dat dan, vind ik, weer niet. Is jouw werk typisch mannelijk? Jezus. Is me weer. Ik zie dat verschil ook niet, mannelijk of vrouwelijk. Ik vind, ja, wat dat betreft is een man ook vrouw en een vrouw ook man. Ik denk wel dat je verschil ziet tussen mannelijk en vrouwelijk werk. Maar of het mijne typisch mannelijk is, dat misschien qua kleurgebruik kan je wel zien dat een vrouw soms wat meer kleur en wat vrouwelijkere kleuren gebruikt. Ik vind roze bijvoorbeeld wel een hele interessante kleur tijdens vormgeven, omdat het altijd lekker knalt. Maar dat hoeft ook niet per se te zijn, want je kan ook iets in het zwart-wit maken. En dan zegt niet per se of het door een man of een vrouw gemaakt is. Of het werk typisch mannelijk is. Even kijken hoor. Nou ja, zo met die grote balken en met die Ajax-schild. Dat is denk ik wel mannelijk, ja. Maar aan de andere kant zit ik wel met klei, met keramiek te werken. Dat is, ik denk dat dat weer een beetje een beetje een softere kant is. Maar zou een vrouw dit ook kunnen maken? Ja, zeker. Ja, dat kan. Nou, het grappige is dat eigenlijk op kunstacademies meer vrouwen zitten dan mannen. En dat mannen dus vervolgens succesvoller eindigen. Oh ja, toch wel? Ja. Ze worden te weinig gemotiveerd om daadwerkelijk die beroepscarrière aan te gaan en te bevechten. Daarom is het van belang dat er vrouwelijke museumdirecteuren zijn, vrouwelijke docenten. De vrouwen komen sterk terug. Vrouwen komen absoluut sterk terug. Maar ze zijn er nog niet in dit museum. We hebben er nog veel te kopen. Ja. Okay.